Alex, ja, was het een moeilijke bevalling, zou ik zeggen. Niemand wist welke richting dat het ging uitgaan. Maar uiteindelijk, ja, tegen Taipei zijn er toch een paar met verstommingen geslagen, denk ik dan. Ja, ik was al overtuigd eigenlijk van het moment dat we de challenge speelden met die nieuwe groep. Dan was ik al overtuigd dat dat kon. Dat wil niet zeggen dat dat zou geweest zijn, maar hoe dat nu gebeurd is, daar had ik toch al de indruk dat dat kon. Tevreden gevoel na dit wereldkampioenschap? Meer als. Het was een nieuwe groep. We hebben hard gewerkt. Van ook de spelers hebben hard gewerkt. Onze technische staf heeft hard gewerkt. Ze zijn zeer goed ondersteund door het bondsgebouw weer. Ik denk dat we niet meer kunnen doen in onze Belgische korfbal. Geeft dat muziek voor 2020, wanneer het in België te doen is? Ja, maar we zullen toch nog hard moeten werken om die groep groter te maken en dan beter te kunnen selecteren. En wat we nodig hebben, dat hebben we de laatste wedstrijd duidelijk gezien. We hebben confrontaties nodig tegen betere spelers. Want het is niet dat onze spelers niet goed genoeg zijn. We zijn dat niet gewend van op dat tempo te spelen. En binnen die competitie, zoals in het handbal, behoort dat tot de mogelijkheden om de spelers dan beter te maken? Dat hoort tot de mogelijkheden, maar ik denk dat we dat in België niet kunnen verkopen. Wij moeten achter een formule zoeken dat wij echt met onze internationals op een ander traject gaan. En de clubs moeten beseffen dat die in de week een paar dagen moeten vrij zijn om tegen Nederlandse betere ploegen te kunnen challengen. En dan hebben wij kans om mee te challengen. En dan nog meer naar misschien... Dat topsportstatuut? Ja, topsportstatuut is een moeilijke bevalling. Hè. Ik heb nu juist gezien dat wij daar niet kunnen aangeraken door het feit of er een stuk niet aangeraakt dat we geen Olympische sport zijn. Dus dat is altijd een moeilijkheid. Jan heeft mij gevraagd om mee na te denken als hij als technisch directeur om een topsportstatuut uit te werken. We zijn ermee bezig, staat op papier. We zullen dat toch willen beginnen van in de zones. Vandaar nog harder te werken. Want deze zijn jongen, maar het is niet gedaan uit deze. Als we nu stoppen, dan gaan we terug vanaf. Dus we moeten nu heel hard werken om daar terug verder mee door te gaan.